Hallo allemaal. Nou, dit wordt beginnersles 5. Ook het maken van een paasei, maar dan op een simpelere manier. Er zitten best wel wat handelingetjes in. Het lijkt meer dan dat het is. Het is niet zo heel moeilijk. We gaan werken met verloopvullingen, zoals je ziet hierboven. En die zijn alleen maar op de laag daaronder toepasselijk. Dus als je dit ziet dat het gesprongen is, dan heeft het alleen maar betrekking op deze laag. Deze heeft betrekking op deze laag en niet wat hier allemaal onder zit. Nou, hoe gaan we beginnen? Ik ga deze even dichtgooien. En die even dichtgooien en die even dichtgooien. Ik zet straks ook in het filmpje link naar een PNG-site waar je dus je PNG-bestandjes kan downloaden. Ik zal een link erop zetten waar je het ei kan downloaden. Dus we gaan naar openen. Ik heb ze in mijn download zitten en ik pak het ei. Nou, dit is het ei. En om te beginnen gaan we dit ei selecteren. Dit hebben jullie allemaal een keer gedaan. Het is een mooi ei, dus we kunnen het met de snelle selectie tool doen. Dus je gaat hier naar snelle selectie en je klikt hier op snelle selectie. Je gaat aan de binnenkant van het ei zitten en je begint te trekken. Gewoon met je muis ingedrukt, de linkermuisknop ingedrukt. En nu zie je, wij hebben een hele ei geselecteerd. Als je dat gedaan hebt, druk je op de rechtermuisknop. En dan zeg je laag via kopiëren. En je zet de onderste laag uit. Nu zie je het ei op een transparante ondergrond. We pakken het verplaatsingsgereedschap. We gaan hier in de hoek staan tot je een bochtje ziet. Je gaat hem omtrekken. En dan zorg je dat je ei mooi recht komt te staan. Nu zien jullie dat hij niet in mijn beeldscherm past. Als ik nu op Ctrl 0 druk, past het wel in mijn scherm. We moeten hem ook nog iets verkleinen zo te zien, want hij is erg groot. Dus we verkleinen hem nog even. En je gaat je ei zo draaien dat hij mooi recht staat. Hij mag nog iets kleiner, want we hebben straks nog wat ruimte aan de onderkant nodig. Dus en die zetten we hier ergens neer zo. Omdat we met lagen werken, kunnen we altijd terug om nog iets te herstellen. Nou, als dat gedaan is, druk je op het groene vinkje. En we gaan een nieuwe laag aanmaken. Deze laag zet ik onder de onderste laag. Ja. En ik ga hier op deze laag, die selecteer ik dus. En dan ga ik naar afbeeldingen. Ik klik hierboven op achtergronden en ik zoek wat leuks uit. Nou, wat zullen we vandaag eens nemen? Hier kun je natuurlijk zelf je eigen keuze aan geven. Hè? Dus ik pak gewoon iets wat ik leuk vind en ik vind deze leuk. Hij zegt dat ik niet verbonden ben met internet. Dat ben ik wel. Oh, daar komt hij. Hij is hem even downloaden. Oké, dan gaan we even iets anders pakken. Deze, die pakt hij wel. Die heb ik al een keer gedownload. Nou. Nu hebben we dit. We gaan terug naar lagen. En we gaan op de bovenste laag staan. We houden Ctrl ingedrukt en we klikken op de laag. Nu zien jullie dat ik hier een automatische selectie van het ei krijg. En ik druk hier op laagmasker. Nu zien jullie dat ik een laagmasker krijg van het ei. Ik zal de selecties even uitzetten. Selectie opheffen. Dus we hebben nu een achtergrond. Die tweede laag, die kun je gewoon laten staan. En we hebben hier nu een laag miniatuur van het ei met een laagmasker. Nu wordt het dus tijd om hier wat kleur aan te brengen. En dat gaan wij doen met laag. Nieuwe opvullaag en we gaan naar verloop toe. Nu krijg je dit venster. En nu is het heel belangrijk dat je dit vinkje aanzet. De vorige laag gebruiken voor het uitknipmasker.
Dan heeft het namelijk betrekking op alles wat je doet op deze laag en niet op de achtergrond. Je drukt op oké en je krijgt deze. Nou, dan gaan wij een leuk tintje kiezen. Ik kies voor deze. En nu hebben we hem lineair staan, maar je kunt hem ook radiaal zetten. Of een hoekje. Of gereflecteerd. Of een ruit. Ik vind dit ook wel erg leuk. En dan kun je hier nog een beetje mee spelen door het lichtval vanuit een andere hoek te laten komen. Ik ga toch even naar radiaal toe, vind ik toch mooier. Ik wil toch dat paars er een beetje in hebben, krijg ik het misschien aan de onderkant. Nou, zo vind ik hem wel mooi, ik druk op oké. Dan zit hier een soort van highlight in en daar kunnen we straks misschien nog wat leuks mee doen. Nou, nu we dit gedaan hebben, wordt het tijd om hier wat grafiekjes op tekeningen aan te brengen. En dat doen we via afbeelding. We gaan hier naar achtergrond toe. We gaan naar vormen toe. Nou, en hier kun je helemaal je eigen draai aan geven. Dus ik ga even gewoon heel snel wat uitzoeken. Even kijken wat ik ga gebruiken. Nou, even gauw zoeken. Zit er best wel wat in natuurlijk. Nou, kom op. Waar zitten die dingen? Oh, hier kom ik wat aan. Kijk, deze vind ik mooi. En die ga je vergroten. En die zet je mooi het midden neer. En die mag een klein beetje uitsteken. Dat is niet zo heel erg. Ik zal jullie straks laten zien wat ermee gebeurt. Dus hij mag een beetje uitsteken over het ei. Nou, wat hebben we nog meer voor leuks? Ik zoek eigenlijk nog iets leuks voor aan de bovenkant en aan de onderkant. Een zonnetje. Die plaatsen we erop. Die is een beetje te groot, dus die gaan we iets verkleinen dat ik nog wat ruimte overhoud voor hier wat tussen te zetten. Druk op oké. Pak nog een keer dat zonnetje. Die sleep ik nu naar beneden toe. En je kan twee manieren doen. Je kunt deze naar beneden trekken. Maar je kan ook zeggen, ik vul hier 180 in. Dan staat hij ook op zijn kop. Oké, nou, dan pakken we hem weer op. We gaan hem weer wat vergroten. En ik wil toch wel weer wat ruimte houden om er nog wat tussen te zetten. En ik druk op oké. Nou, dan nog wat leuks ertussen. Deze kan er wel leuk tussen. En die trekken we nog wat langer. Zo. En dan. Nou. Die heb ik al. Even zoeken wat we nog voor leuks hebben. Nou, kom op. Nog één leuk bandje hebben eigenlijk. Iets van een bandje. Nou, laat ik deze nemen. Iets verkleinen. Iets naar rechts toe. Die naar rechts toe. En die nog wat naar beneden. Nou, klaar. Nu gaan we terug naar lagen. En nu zien jullie dat het allemaal oversteekt. Nou, om te beginnen gaan we hier bovenin staan op vorm 5. Ik hou shift ingedrukt en ik klik op vorm 1. En nu zien jullie dat ze allemaal geselecteerd zijn.
Ik druk mijn rechtermuisknop in en ik ga vormen samenvoegen. Nu heb ik van al die 5 lagen 1 laag gemaakt. Nu ga ik op deze laag staan. Ik pak hier het laagmasker, die selecteer ik, dat die blauw is. Ik hou de controltoets, de alt-toets ingedrukt. En ik schuif hem omhoog. Ik plaats hem daar. En nu zien jullie alles wat oversteekt, is nu afgedekt door dat laagmasker. Ik selecteer weer de bovenste laag. En we gaan hier ook wat kleur in aanbrengen. Zoals leuk. Dus dat gaan we weer doen via een laag, een nieuwe opvullaag en een verloop. We selecteren weer dit vinkje. We drukken op OK. En nu gaan wij een hele andere tint nemen. Wij gaan naar... Nou, je kan in kleurharmonie kijken. Je kan in kleurharmonie 2 kijken. Ruisvoorbeelden. Er zit ook nog wat leuks tussen. Ik vind dit wel erg leuk. Druk op OK. Druk op OK. Nu krijgen we dit scherm. Nou, dan kunnen we hem even naar 120 graden zetten. En je kan hier weer mee spelen. Radiaal. In een hoek. Gereflecteerd. Of in een ruit. En zelf vind ik deze nu wel leuk. Je kan hier ook nog mee spelen om hem om te keren. Kijk, dan krijg je andere kleuren. En ik druk op OK. Nu gaan we hier omheen een gloed maken, een witte gloed. En hoe doen we dat? We gaan terug naar deze laag, die selecteren wij. We gaan naar laag. Laag stijl. Stijlinstellingen. En we gaan naar gloed. Dus we zitten gloed buiten. En we zetten... Je ziet hem al verschijnen. Helemaal naar voluit. En dan ga je met de dekking... Die mag je ook bij deze wel helemaal voluit zetten. Zie je zo'n mooie witte gloed omheen komen. Dus ik heb ze allebei op 100% gezet. Maar het ligt een beetje aan je achtergrond. Dus de grote zet ik meestal wel voluit. Maar de dekking, daar speel ik mee. Ik druk op OK. Nou, nu zien jullie dit. We gaan even naar het vergrootglas. En we klikken even een keer of 3 op het ei. En ik ga heel even, nog even terug, want ik ga jullie nog iets uitleggen. Ik ga het midden van mijn ei nemen, dat zit ongeveer hier. En ik ga hier in die liniaal staan. Ik trek een lijn hier naartoe. Dus even een hulplijn voor het midden van het ei. Nou. Wat wil ik nu zeggen? Dat is een hulplijn. Als je de linealen niet aan hebt staan... Ga je naar weergave toe en je zorgt dat je linealen hier aangevinkt zijn. Linealen, klik en je krijgt je linealen erin. Dus nu heb ik het midden van mijn ei door die liniaal hier in te trekken. Nu we dit gedaan hebben, gaan we terug naar de bovenste laag. We gaan een nieuwe laag aanmaken. En ik ga even naar het over... En ik zoom even 2 keer in. Ik ga even zorgen dat ik aan de onderkant van het ei ben. Ik ga naar het ovale selectiekader, hier ook, en de kleur is zwart. Ik ga hier onder het ei staan. En ik trek een ovaal. Maar die mag zeker niet groter zijn dan de breedte van het ei. Als je dat gedaan hebt, is het belangrijk dat je hier even gaat staan, rechtermuisknop indrukt en de laag vereenvoudigt. Nu is het geen vorm meer, maar nu is het een afbeelding geworden. Dan druk je op Ctrl en je klikt in het logootje. En nu zien jullie, dit is geselecteerd. Nu gaan we hier naar het verloop toe. En we pakken weer, we klikken hier weer op. En we gaan weer terug naar de standaard. En we pakken deze. Zwart-wit. Je kan ook hier staan hoor. Maar je pakt deze. En je drukt OK. Nu zien jullie dat hij hier van zwart naar wit loopt.
Ik ga hier middenin staan in het ovaal en ik trek een lijn naar de rand. En zien jullie nu die mooi van wit naar donker, dus eigenlijk van licht naar donker loopt. Maar ja, ik vind dit nog niet mooie kleuren bij de achtergronden zo, dus we gaan hier naar de overvloeimodus. En ik denk dat lichtsterkte wel goed is. En dan zien jullie hier dat groen al inkomen. En de dekking, die ga ik ook naar beneden brengen. Die zal ik zo rond de 50% houden, denk ik. En als ik nu op het handje druk. En ik ga even naar weergave en ik haal even mijn hulplijn weg. En ik ga even naar selecteren. En ik haal mijn selectie even weg. En ik ga even hier staan. Waarom krijg ik mijn selectie niet weg? Dat komt vanzelf wel. En zien jullie nu dat ik hier ook een hele mooie schaduw onder heb. Ik zit heel even te kijken waarom ik selectie opheffen. Nou, het komt vanzelf goed. Het is niet zo heel belangrijk nu. Wij gaan naar deze laag toe. En we gaan hierboven een nieuwe laag aanmaken. En we gaan naar het tekstgereedschap. En ik heb hier een Gill Sans Ultra Bold Regular. Zo'n brede lettertype. Ik zal het even laten zien. Het is echt een dik lettertype. Dat wil je gebruiken. En ik ga hierin staan. En ik toets. Vrolijk. Ik druk op het groene vinkje. Ik ga hem verplaatsen. Ik kan hem nog een beetje kantelen als ik wil. En ik vergroot hem nog iets. En ik vergroot hem daar nog iets. En nu zal je zo meteen zien dat ik misschien met mijn letters iets over die over het ei kom. Maar dat komt straks allemaal goed. Hier hebben we vrolijk. En dan gaan we hier weer een laag. Een nieuwe opvullaag en een verloop in doen. We drukken op OK. En nu heb ik iets vergeten. Dus ik zal jullie laten zien wat er nu fout gaat. Ik annuleer deze even. Ik zeg ga naar laag. Nieuwe opvullaag verloop. En ik moet dit vinkje aanzetten. Als ik dat vergeet. Dan kun je hier weer kiezen uit een leuk kleurenpatroon. Ik ga nu eens een keer naar spectrums toe. Ik druk op OK. En ik kan hier nog een beetje mee spelen. Nou, ruis vind ik niet mooi. Even wel. Ik druk op OK. En dan heb ik hier al leuk wat kleurtjes in zitten. En dit kun je ook nog radiaal doen. Nou wordt hij te groen. Hoek. Dan wordt hij weer gereflecteerd. Die vind ik ook nog wel leuk. Of in een ruit. Nou, ze mag ook niet. Dus ik kan kiezen tussen vrolijk in het lineair of in het gereflecteerd. Vind ik deze leuker. Dus ik druk op OK. Ik ga weer naar mijn tekstgereedschap. Ik ga hier weer staan. En ik druk het woordje pasen in. Ik geef het groene vinkje. Nou, we gaan hem weer vergroten. En we gaan hem weer draaien. En nu zien jullie dat het eigenlijk niet mooi is bij het ei. Daar ga ik straks iets over uitleggen hoe je dat heel makkelijk nog kan verplaatsen. Nou, we gaan weer naar laagstijl, stijlinstellingen. Sorry, annuleren. Laag, nieuwe opvullaag, verloop. Vorige laag gebruiken. Ik druk weer op OK. Ik ga weer naar dezelfde toe. Druk op OK. Alleen draai ik hem nu om. En ik ga weer even spelen. Tot ik een leuke kleur krijg. Die hebben we al. Dus ik vind het lineair nu wel leuk. Dan loopt het allemaal een beetje over in de kleuren.
En ik druk op oké. Okay. Nou, heb ik toen straks twee PNG'tjes besteld gedownload. Het zijn deze twee. Die ga ik even openen. En ik ga naar het fotovak toe. Ik selecteer hier mijn paasei. En ik pak hier twee konijntjes op. Die zijn hartstikke groot. Dus we drukken weer op Ctrl 0. En we gaan ze verkleinen. Doordat ik nu een foto vanuit het fotovak hier intrek, wordt dit een smart object, oftewel een slim object. Dat betekent, ik kan het vergroten, verkleinen, veranderen, zonder dat ik pixels verlies. Nou, tot ik een mooie maat gevonden heb, ga ik hem verkleinen. Het hoeft mij niet te groot te zijn. Ik druk op OK. En ik ga ergens een beetje plaatsen. En ik druk op het groene vinkje. Nu ga ik weer naar het fotovak en ik pak die kip. En die zet ik aan deze kant neer. Nou, die is nu toch te groot. Dus die gaan we ook verkleinen. Plaatsen we hem. Die zetten we daar neer. En hier kun je natuurlijk zo gek mee maken als je zelf wil. Nou, dit is onze kaart, zeg maar. Nou, dan hebben we hier vorm 6. Dat is de schaduw. Je houdt je shift ingedrukt. Ik ga heel even iets doen. Want die zijn nu naar beneden geschoven. Maar die wil ik eigenlijk even bovenin hebben. Omdat ik die bovenin heb gepakt. Dus die kun je gewoon verplaatsen. Dus nu heb ik die twee kippetjes. Die kip en die twee konijnen heb ik hier bovenin staan. Dit is mijn tekst. Deze vier. Vorm 6 is de schaduw van het ei. Ik hou mijn shift ingedrukt. En ik ga helemaal terug tot deze laag. Waar ik het ei voor het eerst heb gemaakt. Nu heb ik eigenlijk alles van het ei geselecteerd. Maar ik vind eigenlijk dat ik hier het ei te dicht op de rand heb zitten. Dus ik pak het verplaatsingsgereedschap en met pijltjes naar rechts kan ik nu heel mooi het ei opschuiven. En ik kan hem zelf nog iets naar beneden brengen. Met pijltje naar beneden. Tot ik hem mooi vind staan. En als je dat gedaan hebt, ga je naar bestand. Opslaan. Opslaan als JPEG. En ik noem deze even paasei beginners. En ik druk op opslaan. Ik druk op OK en hij staat opgeslagen. Het is ook handig, ik sla ook dit altijd op als een PNG bestand. Dus ik sla nog een keer het bestand opslaan als, dan laat ik hem staan als PSD bestand. En die noem ik ook paasei beginners. Ik druk op OK. Als ik dit nu afsluit, zeg maar, ik ga het even laten zien. Ik ga naar bestand openen en ik pak paasei beginners, maar dan het PSD bestand. Dan krijg ik al die dingetjes weer terug. En dan kan ik altijd zeggen van, nou, ik wil hier nog iets aan veranderen. Of ik wil daar nog wat aan veranderen. Of ik wil deze tekst veranderen. Nu kan je alles nog aanpassen. Als je alles bij elkaar zet, niet meer. Nou, als we dit gedaan hebben, dan gaan we onze gereedschappen herstellen. Altijd. Nou, ik klaar met een opdracht. Dit is de hele foto. Dat wilde ik even niet. Ik ga even naar Ctrl Z. Nou, lekker dan. Fotovak. Ja, ik heb hier die drie streepjes. Ik ga even een gereedschapje selecteren. Je hebt hier die drie streepjes en hier zeg je alle gereedschappen herstellen. Daar klik je op en dan wordt alles weer teruggezet naar de standaardwaardes. Nou, heel veel plezier ermee. Ook deze mogen in het album paasei gezet worden. Ik vind het wel leuk dat en de beginners en de gevorderden allemaal een paasei kunnen maken. En degene met de meeste likes en het leukste idee. En de meeste likes, die gaat weer de omslagfoto krijgen op de 20 maart. Heel veel succes en heel veel plezier ermee.